Durf te leven. Dat is het motto van het dinsdag geopende Odense Huis Animi Viveren in Wiegen. Het is het veertiende centrum in Nederland van dit Deense initiatief voor jong dementerende. Odense Huis is een inloopcentrum, ontmoetingsplek, uh, informatiecentrum uh, voor mensen met een uh, beginnende cognitieve problemen beginnende dementie. Het concept komt uit Denemarken, van de plaats Odense. Uh, daar is in 2000 is daar een huis opgericht met mensen met dementie. Dan hebben ze in 2005 uh, mee naar Nederland genomen. En in 2008 is het eerste Odense huis opgestart in Amsterdam. Inmiddels zijn er uh, 14 grote huizen en 14 nieuwe startende Odense huizen in Nederland. En wie is daar één van. Het viel mij op uh, dat we eindelijk in de hele regio heel weinig te bieden hebben voor deze doelgroep. Uh, het is een kwetsbare groep mensen. En uh, er is, is heel veel opvang, maar het is allemaal gericht op ouderen. En we willen graag een Odenzhuis opzetten, wat specifiek ook voor deze mensen bedoeld is. Waar ze een prettige plek hebben om lotgenoten te treffen en ook hun mantelzorgers. Want dat is het Doordenshuis, is ook gericht op mantelzorgers, op kinderen, collega's, vrienden. Iedereen mag hier binnenlopen en is hier welkom. Uh, vooralsnog is het een, een eigen initiatief. We hebben een stichting opgezet. En uh, van daaruit gaan we gebruik maken vanuit uh, subsidie. Uh, verder is het natuurlijk mogelijk via respijtzorg, uh, WMO, uh, BGB, eigen bijdrage. Er zijn verschillende mogelijkheden die wij uh, in gaan zetten. We zijn ook aangesloten bij het landelijk platform van de Odense Huizen Nederland. Uh, die behartigen zich ook voor alle Odense huizen om het bestaansrecht overeind te houden. En ook in gesprek te gaan met de Nederlandse gemeente. En met uh, grote subsidieaanbieders uh, voor het mooie concept. En ook het ministerie uh, zit erbij.